Autorijden dreigt voor een steeds grotere groep Nederlanders onbetaalbaar te worden. Hoe voorkomen we vervoersarmoede? Ja, wat moet er gebeuren om ons wagenpark te versnellen? Nee, te vergroenen. Ja, en kan die maximum snelheid gewoon weer naar 130? Ja, en gaat rekeningrijden er nou wel of toch niet komen? Daarover debatteren 5 politieke partijen onder leiding van... Ja, ons hè, Meijnerd en Wouter, in het BNR Autodebat. Je hoort het aanstaande vrijdag om 3 uur op BNR. Het Nationale Autodebat wordt mede mogelijk gemaakt door BOVAG. BOVAG. Alles voor een betere kilometer. Scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is vrijdag 4 maart 2022. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws beland. En aan mijn zijde zit, want het is vrijdag, Nina van der Dungen. Hele goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Nina. We gaan 20 minuten maken met nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals je weet, die begint. Hoe kan het ook anders in Oekraïne? Want je hoorde het al, er is vannacht brand ontstaan in Zaporizhia. Dat is de plek waar een Oekraïense kerncentrale staat. De grootste kerncentrale van het land en van de grootste van Europa ook. Maar er is geen gevaar op lekkage in de reactoren. Dat vuur zou hebben gewoed in een trainingscomplex van de centrale. De brandweer is bezig met blussen met 40 man. Dat blijkt gelukt te zijn. Het vuur is uit en de beschietingen zijn even gestopt. Maar de Oekraïense president Zelensky zei die brand is ontstaan omdat Russen het complex bewust onder vuur namen. Niet zo handig met een kerncentrale. Nee, en de eerste uren van de brand kon de brandweer er dus ook niet bij. Want de Russen stopten niet met schieten. Nou, dat is dus inmiddels wel gebeurd, meldt CNN. Daardoor kan de brandweer nu zijn werk doen. Je zei al, het is de grootste kerncentrale van het land. En ook van Europa trouwens. Ja. Het voorziet ongeveer een vijfde van Oekraïne van stroom. Dus als dat ding uitvalt en echt in handen komt van de Russen, dan ben je niet blij als je daar woont. Absoluut. Zelensky zegt in een videoboodschap op Facebook dat Rusland Tsjernobyl wil herhalen en dat het onder vuur nemen van het complex een bewuste actie was en vraagt nu Europa wakker te worden. Als er een explosie komt, is het einde bericht voor ons allemaal en het einde voor Europa ook. Dan volgt een evacuatie van heel Europa, aldus Zelensky. Maar dat gevaar lijkt dus afgewend. Hij wil vandaag een spoedberaad van de VN-veiligheidsraad. Daarover heeft hij vannacht gebeld met de Amerikaanse president Biden en de Britse premier Boris Johnson. En het noodcentrum van het IAA, het Internationaal Atoomagentschap, is inmiddels in full 24/7 response mode. Zo schreef de organisatie op Twitter. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt het dus dat die aanval op die kerncentrale achter de rug is, dat het vuur is geblust. Maar je weet nooit wat er verder gaat. En alle nucleaire waarden zijn op dit moment normaal. Die zijn normaal, precies. Dat is prettig. Ander Oekraïne nieuws van gisteravond en vannacht. Want de delegaties van de Oekraïne en Rusland, die zijn nu corridors, veiligheidscorridors, green corridors overeengekomen. Waar mensen die de gebieden nog willen ontvluchten, waar gevochten wordt of gaat worden, die kunnen daar dan proberen weg te komen. Maakte Oekraïne en Rusland bekend dat ze een tweede rondje overleg hadden in Belarus, waar ze al eerder in een pannenkoekenhuis aan de te lange tafel zaten en er niet uitkwamen. Ze gaan ook een derde ronde van overleg binnenkort laten plaatsvinden. Weten niet precies wanneer. Maar wat men hoopte was dat er een staakt het vuren zou worden afgesproken, maar dat bleef uit. Ja. En de Russische president Poetin was gisteravond op tv met een toespraak voor de Russen. Daarin prees hij de soldaten van Rusland als helden. En hij beloofde ruimhartig financiële steun voor families van Russische soldaten die gewond raken of overlijden tijdens deze invasie. En hij greep de toespraak ook aan voor een reeks van beschuldigingen tegen de Oekraïense troepen. Een daarvan was dat ze duizenden buitenlandse burgers gegijzeld zouden houden. En dat ze die ook zouden gebruiken als menselijk schild. En dat ook het Oekraïense leger Russische krijgsgevangenen had gemarteld en gedood. Ja, dan krijgen we maar weer een inkijkje in de propaganda en de invloeding van Poetin naar zijn eigen volk. Ja. Ja, de Amerikaanse regering komt met sancties. Verdere sancties tegen die oligarchen, die rijke jongens die voortdurende steun geven aan Poetin en zijn invasie van Oekraïne, zo zegt het Witte Huis. En dat betekent dus dat er nieuwe strafmaatregelen komen voor de Russische elite en voor familieleden trouwens, die zichzelf, zo zegt het Witte Huis, hebben verrijkt ten koste van het Russisch volk. Nou, waar is dat om gericht? Bijvoorbeeld op het financieel systeem. De banktegoeden worden geblokkeerd van deze lieden. Maar ook hun eigendommen worden opgepakt. Bijvoorbeeld Alisher Usmanov, die is al zijn bootje kwijt. Die ligt aan de ketting in Duitsland.
En Dmitri Peskov, Peskov, de woordvoerder van Poetin, die wordt ook als doelwit genoemd. En inmiddels, ja, over bootjes gesproken. Er is nu een mooie kaart gebracht waar die dingen allemaal zijn. Er zijn er veel gevlucht naar de Malediven, naar Montenegro. De boot van Poetin zelf is naar Kaliningrad overgevaren vanuit Hamburg, al eerder. Heel slim. Maar er is weer door de Franse marine is nu een boot van 88 meter van de baas van Rosneft aan de ketting gelegd. Ja. Dus die kan ook niet meer varen. Nee, die waren bezig met te vertrekken. En die waren net te laat uitgevaren. Net te laat. En dan kijken we even naar wat gaat er vandaag gebeuren. Nou, de 30 ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen, inclusief de Amerikaanse, Britse en Canadese, die zijn voor overleg over de oorlog in Oekraïne op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel bij elkaar. Die beginnen daar vanmorgen om 10:00. En 's middags verhuizen dan de EU-ministers, want 6 lidstaten zijn geen lid van de NAVO, naar hun raadsgebouw. Wopke Hoekstra is bij beide bijeenkomsten aanwezig. Bij hoge uitzondering komt ook Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, mee naar die Europese ministerraad. En de Oekraïnse minister Dmytro Kuleba die schuift naar verwachting per videoverbinding aan. Ook die hoort niet bij Europa, maar wil wel graag. En NAVO-chef Jens Stoltenberg geeft na afloop om 12:30 een persconferentie. En ook na die EU-raad staan briefings op de agenda. Uiteraard blijf luisteren naar BNR. Krijg je keurig te horen wat er gezegd is en welke dingen van belang zijn. Dan nog eventjes het andere nieuws. Er wordt nog steeds gewoon geschoten in de Oekraïne. Ook bombardementen zijn nog steeds gaande. Dat konvooi staat nog steeds stil trouwens. Wat buiten Kiev staat, 68 kilometer lang. En komt iedereen, geen millimeter vooruit. Nee, komt geen millimeter. Het wordt ook aangevallen. Maar mondjesmaat, er is geen Oekraïnse luchtmacht. Ze gebruiken nu die Turkse drones. Nou, daar kan je af en toe iets mee kapot schieten. Maar ze hebben veel meer last van andere dingen. Gewoon kapotte trucks. De voorrading die niet op banden die niet goed zijn. Ja. Ze staan vast in de blubber. Er is geen eten. Het moraal begint zeer terug te lopen. Dus het gaat allemaal niet zo best. We gaan even naar onze correspondent in Polen op dit moment. Onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Die nog steeds onderzoekt of hij terug naar Moskou kan komen. Maar eerst dus nu vanuit Polen. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst naar die Green Corridors. Hè, die gisteren in dat overleg tussen Oekraïne en Rusland zijn afgesproken in Belarus. Dat is wel goed nieuws. Geen eind aan de oorlog, maar mensen die echt nu willen vluchten, die kunnen. En dat gaat een enorme stroom migranten opleveren, begrepen we van de VN. Ja, natuurlijk. Er zullen heel veel meer Oekraïners nog het geweld willen ontvluchten. Ik geloof al dat er meer dan 800.000 of een miljoen zelfs nu op drift zijn geraakt. Maar goed, het is wel nodig, want er willen gewoon nog veel meer mensen weg. Dat is duidelijk. Dus ja, is dit inderdaad goed nieuws? En het was ook hard nodig. Ja, dat zeker. Dit is wel een doorbraak. Hè. Er wordt dus nog gepraat. Er is op zeker niveau, ook al is het klein niveau, diplomatiek, wordt er onderhandeld. Er komt ook een derde overleg. We weten niet wanneer. En het ging gisteren zeker niet over een staakt het vuren. Zou dat in een volgende afspraak wellicht wel aan de orde kunnen zijn? Ja, ik geloof dat de Oekraïners het al in het eerste gesprek wilden hebben. Afgelopen maandag was dat, meen ik. Maar goed, dat is er nog steeds niet van gekomen. En ja, je mag hopen dat het in het volgende gesprek wel zo zal zijn. De vraag is alleen, ja, wie heeft de baat bij het staakt het vuren natuurlijk? De Russen zijn op dit moment in het zuiden van Oekraïne redelijk op gang gekomen. Die noordelijke of die zuidelijke corridor, die kuststrook langs de Oekraïnse zuidkust, die is bijna in handen van de van de Russen. Dus zullen die op dit moment misschien niet zo heel erg veel baat hebben bij een staakt het vuren. Anderzijds, ja, zoals jullie al zeiden, die noordelijke troepen die komen maar langzaam op gang, ja. Op zo'n zachtst gezegd. Ja. Die staan gewoon stil. Dus ja, dat is de vraag. Wie heeft er het meeste baat bij? En als ze op een gegeven moment toch achterkomen van, nou, we moeten het allebei hebben, we moeten allebei een staakt het vuren hebben, dan zou het tot een oplossing kunnen leiden. In ieder geval tot een staakt het vuren. Toch, als we gisteren naar die toespraak van Poetin luisteren, dan is het van opgeven en staakt het vuren voorlopig geen sprake. Heb jij nog iets nieuws erin gehoord? Want hij zegt, het gaat allemaal voorspoedig, hè? Nou ja, goed, als hij zegt dat alles volgens plan gaat, dan kan ik niet tot een andere conclusie komen dan dat die plannen weinig ambitieus waren.
Ik bedoel, de enige stad die tot dusver in handen is gevallen van de Russen is Gerson in het zuiden. Nou ja, dat is een niet onbelangrijke stad, maar het is zeker niet de belangrijkste stad. En alle andere steden als Kiev, Kharkiv, die zijn allemaal nog in handen van Oekraïne. Dus gaat het helemaal niet zo crescendo. Maar dit is natuurlijk gewoon een toespraak voor binnenlandse consumptie, voor de Russen die sowieso niks weten van de oorlog, want de Russische media besteden er geen aandacht aan. Ze mogen het ook geen oorlog noemen. Hè. Het is een operatie, een speciale operatie. Als dat zo is, dan zijn die plannen heel erg weinig ambitieus. Ja. Jij spreekt nog steeds mensen in Oekraïne, begrijp ik. Hè. Hoe gaat het met die mensen? Nou ja, wat je hoort is van, het is helemaal niet makkelijk, maar we houden vol. En ik krijg wel de indruk dat hun moraal toch wel vrij goed nog steeds is. Maar goed, het is heel zwaar. Hè. Er wordt gewoon op ze ingebeukt voortdurend. Ze zitten voortdurend in de schuilkelders. Er worden bommen op ze gedropt. Er worden raketten op ze afgeschoten. Yeah. Nou ja, dat is natuurlijk heel zwaar. En de vraag is, ja, hoe lang kun je dat als burger volhouden? Joost, even naar jou persoonlijk, want we hadden het gisteren al over je poging om terug te komen in Moskou. Hoe gaat het nu? Want er gaan ook stemmen op die zeggen, er zou wel eens een staat van beleg kunnen worden afgekondigd in Rusland vandaag. Ja, dan is het land dus virtueel ook intern in een oorlogssituatie. Het mag het leger alles doen, ook buitenlanders weren. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik heb in ieder geval besloten om vandaag naar Nederland te gaan. Voor kort, om even ook te reorganiseren. Ik ben 3 weken op pad geweest. Ja. En ik moet bijvoorbeeld, als ik naar Rusland wil, moet ik genoeg cash geld bij me hebben. Ja. Want de pinautomaten werken niet meer. Ik begreep van collega's ook dat pinpassen sowieso niet meer werken. In enkele gevallen. Dus je kunt er ook niet meer mee betalen. Nou, dat betekent dus dat je genoeg cash geld bij moet hebben. Dat kan ik hier in Polen niet krijgen, dat is lastig. Dus ik moet daarvoor naar Nederland. En dan moet ik kijken of ik inderdaad op enige manier toch terug kan komen naar Moskou. En ook de vraag voor hoe lang zal dat zijn? Want we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nee. Het is zo onvoorspelbaar geworden in Rusland dat mogelijk binnenkort alle journalisten misschien wel de accreditaties worden ingetrokken. Ja, dan moeten we allemaal weg. Maar goed, zover is het nog niet. Nee. Grote vraag is natuurlijk inderdaad, kan je daar veilig werken als buitenlandse journalist? Dat zal een stuk lastiger worden. En daarom zijn er ook een aantal collega's, ook buitenlandse collega's, die zijn al vertrokken of die willen vertrekken. Ja. Dat is maar de vraag. Maar ik wil dat wel toch gaan proberen. Ja. En het zal een beetje oppassen zijn. Maar goed, eerst maar eens naartoe komen, dat is al een hele opgave. Want je zult ook, ik noem maar wat, via Dubai of via Qatar moeten vliegen. Omdat er gewoon vanuit Europa geen vluchten meer gaan. Precies, dat is niet mogelijk. Naar Rusland. Nou, we gaan elkaar ongetwijfeld spreken. Succes, Joost. In Nederland, de koffie staat klaar, je weet het. Dankjewel. Correspondent die normaal in Moskou woont, nu in Polen zit. En even een tip, want in de podcast van Ochtendnieuws vind je een extra podcastaflevering. En die heet Vlucht uit Oekraïne, waarin mijn collega Connor Klerksje meeneemt op de reis die Joost Bosman maakte van Kiev naar Polen. Een aantal dagen geleden, zeer ingrijpend, luistertip. Ga dat luisteren, Vlucht uit Oekraïne. Inderdaad, dan hoor je Joost zijn reis om uit dat door oorlog getroffen, plotseling door oorlog getroffen land naar Polen te vluchten. Ochtendnieuws. Ja, dan heeft op verzoek van president Zelensky premier Rutte een videoboodschap ingesproken voor Oekraïne. Hij staat voor een raam met een Oekraïnse vlag op de achtergrond en hij begint dan zo. People of Ukraine, in these dark hours of Ukraine's history, I speak to you as Prime Minister of the Netherlands. To tell you that our hearts are with you. That we admire the courage and bravery of both Ukrainian military personnel and civilians encountering Russian aggression. Rutte zegt dat Nederland Oekraïne steunt en dat we enorm met hem meeleven. Deze brute aanval op democratie en vrijheid kan en mag niet lukken. En ook zegt hij dat hij grote bewondering heeft voor president Zelensky. En sluit zijn film af met een belofte. And I promise you this. Your resolve will be our resolve. Because this brutal attack on democracy and freedom cannot and must not succeed. We stand with you. Slava Oekraïne.
Ja, nou, als de uitspraak net zo goed is in het Oekraïens als in het Engels, dan is de boodschap luid en duidelijk aangekomen. 17 minuten over... Nee, dat moet ik niet zeggen, want het zit in de podcast. Het is vrijdag 4 maart 2022. Een deel van de Nederlandse superjachtsector, en die is groot, die dreigt in rook op te gaan, omdat steeds meer klanten van superjachten het doelwit worden van westerse sancties. Veel Russen die kopen daar grote schepen. Nou, twee grote klanten van Nederlandse scheepswerven zijn daardoor niet meer welkom in ons land, blijkt uit onderzoek van BNR. En dan gaat het om miljardair en parlementariër Andrei Skocz en topbankier Andrei Kostin. Naast het verlies van grote klanten bestaat voor superjachtbouwers ook het risico op fikse claims van Russische klanten. Want het is namelijk mogelijk dat onderhoudsverplichtingen die al afgesproken zijn aan al verkochte jachten door die sancties niet meer kunnen worden nagekomen. Ja, en luxe jachten, dat weten we, waren natuurlijk jarenlang het paradepaardje van de Nederlandse maritieme industrie. Maar ja, Biden van Amerika heeft aangekondigd dat de tientallen miljoenen kostende jachten van de Russische oligarchen, dat die worden afgepakt, in beslag genomen. Gebeurde ook gisteren, zagen we onder andere in de Franse Côte d'Azur. Er werd een schip aan de ketting gelegd. Die stond trouwens echt op het punt van vertrek. Ja. Het personeel had opdracht gekregen om zo snel mogelijk naar internationale wateren te varen. Ja. Waar je veilig bent, maar net te laat, want daar was de douane. The True Love, de Amore Vero heet dat ding, hè? Van de baas van Rosneft. Ja, en was het 500 miljoen, dat bootje? Of was dat de eerste die aan de ketting werd? Nee, dat was die eerste. Maar ja, dit is 88 meter. Dit is niet een... Nee, niet een tobbe. Het is echt een, heel duur ding. En gebouwd bij Ocean Co. in Nederland. Ja, nou dan heb je natuurlijk ook Damen Shipyards daarnaast. Ja. Hè, een van de grootste bouwers ook van superjachten in Nederland. Vertelde BNR daarom ook voorlopig geen klanten meer uit de hoek te verwachten. Ja, nee, what's new? Maar dat is wel voor hen een hele zware financiële klap. Want 1 op de 5 kopers van zo'n Nederlands superjacht is een Rus. Dat heeft BNR uitgezocht. Ja, nou is het niet zo dat elke Rus meteen betrokken is in dit hele verhaal. Bij ons Sebastian Benning van Benning Amar Advocaten, gespecialiseerd in sanctierecht. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, want die set mensen die nu worden vervolgd, hè, in de opdracht van Biden, en die heeft gezegd, we doen dat eigenlijk gezamenlijk. We gaan ze hun privéjets, hun banktegoeden en hun superjachten afpakken. Dat geldt niet voor elke Rus die een superjacht heeft, hè? Nee, dat klopt. En ook daarbij moet ik ook aangeven dat het ook vanuit Europa is aangegeven dat zekere Russische oligarchen die zijn gesanctioneerd, daarvan gaan wij de tegoeden en economische middelen waaronder superjachten gaan we bevriezen of in beslag nemen. Ja, precies. Nou, en dan kom je inderdaad best tot wel wat Russen die zo'n ding hebben. En met name die superjachtsector in Nederland, die is groot, hè? Ja, die is zeker niet klein. Wat je eerder ook al aangaf in deze uitzending, daar zijn we in Nederland ook trots op. Ja. We hebben een ver maritiem verleden en we bouwen die schepen nu helemaal hier in Nederland. Ja. Hebben die jachtbouwers dan niet een beetje dat probleem over zichzelf afgeroepen door zaken te doen met dit soort, af en toe toch dubieuze figuren? Dat weet je misschien wel een beetje, hè? Nou, ik weet niet of het over jezelf afroepen is. Je bent ook een bedrijf, je wilt zaken doen. Mm-hmm. Maar daar hoort inderdaad ook terecht wat je zegt bij dat je grondig onderzoek doet naar met wie je zaken doet. En of dat is toegestaan of niet. Ja, en doen ze dat ook? Is dat, of wordt er af en toe even gedacht van nou, als we hier een oogje dichtknijpen, ja, de tent moet wel draaien? Nou ja, het uitgangspunt is dat je je zaken goed op orde hebt. En daar ben je het ook toe verplicht als professioneel opererend bedrijf. Ja. Of dat in de praktijk gebeurt, ja, dat zou ik bij individuele bedrijven niet kunnen zeggen. Nee. Maar Sebastian, wat wel belangrijk is, er liggen nu ook schepen waarschijnlijk nog in docks of in opdracht die gebouwd worden. En zo'n ding bouw je niet in 2-3 weken. Daar ben je 1,5-2 jaar mee bezig, dat soort superjachten. Die zijn in de opdracht vergund nu, die liggen daar, die zijn betaald. Wat gebeurt daarmee? Gaat daar het werk stil voor? Of wat mogen die jachtbouwers daar nog mee? Ja, op het moment dat een schip aan de ketting wordt gelegd, doordat het onder een bevriezingsmaatregel komt te vallen, of dat het in beslag wordt genomen, dan mag er in principe niets meer mee. Nee. Maar dingen die nog gebouwd worden, er zijn ook oligarchen die zijn er wat later achtergekomen dat het leuk is om een boot van 90 meter lang te hebben voor, 5 miljoen meter, geloof ik. En die liggen er nog in aanbouw. Ja, wat dan? Ja, ook dan mag je er in feite niets meer mee. Je mag ook zo'n schip dan niet meer afbouwen. Hm.
Dus ja, dat is vrij pijnlijk. En uitgegeven geld. En daar zal ongetwijfeld nog wel het een en ander aan contractuele discussie ontstaan. No. Maar in principe, de botenbouwer mag er niets meer mee. Nee, precies. En als je nou op zo'n Russisch jacht, of je bent een Rus en je hebt zo'n jacht, wat kun je doen om te wapenen tegen die sanctie? Ik zei al eventjes, de maritieme data laten zien dat meneer Poetin zijn bootje naar Kaliningrad heeft overgevaren. En dat er nu wat Russen liggen in de Malediven, wat geen uitleveringsverdrag met de Amerikanen heeft. Maar ja, daar zijn dus inderdaad ook mensen, Nina vertelde het net, die net te laat zijn en die de Amore Vero aan de ketting zien liggen. De boot gemist. Maar wat kan je doen inderdaad? Want kan je dit proberen weg te procederen? Ja, dat kan. En dat kan ook bij het Europese Hof van Justitie. Dan kan je je plaatsing op een sanctielijst aanvechten. Ja. Kijk, dat is iets wat anders dan in het strafrecht. Want dan ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Mm-hmm. In principe geldt dat ook voor het sanctierecht. Alleen daar word je op een lijst geplaatst. Ja. En daarna pas ervan over geïnformeerd. En dan mag je zelf gaan bewijzen dat je onschuldig op die lijst bent. Ja, precies. En onterecht op die lijst staat. Juist. Maar je kan het aanvechten. Ja, dat is absoluut een mogelijkheid die bestaat. En Sebastiaan, weet jij of die jachten nou echt, dat ze die kwijt zijn? Of is het gewoon even aan de ketting en we kijken wel even hoe lang dit duurt en dan krijgen ze hem op termijn, wat misschien wel jaren kan duren, toch weer terug? Nou ja, het kan natuurlijk zo zijn dat op enig moment die sancties worden opgeheven als de situatie weer deescaleert en dat zo'n individu weer van een lijst afgaat. Ja. Dan mag die weer beschikken over zijn tegoeden en economische middelen. Maar voor het moment, dan ziet het er somber uit voor deze heren. En moest dat schip aan de ketting blijven liggen. En zien ze die boot voorlopig in ieder geval niet meer terug. Ja, nou, zijn er heel veel van dit soort eigenaren. Ja, er zijn heel veel van dit soort eigenaren die kopen zo'n boot en die gaan er of 1 dag tot 5 dagen per jaar op varen, of zijn er nog nooit geweest. Die zijn er ook. Dus die maakt het niet uit. Ja. Nee, inderdaad. Die hebben hem voor de app. Dankjewel. Sebastiaan Benning van Benning Amar Advocaten, gespecialiseerd in sanctierecht. We gaan naar de koppen uit de kranten. Nou, Nina. NRC dan. Waarom de opmars van het Russische konvooi stokt. Dat de hele lange konvooi van meer dan 60 kilometer voor Kiev. 4 problemen voor de Russen, schrijft NRC. Al dagenlang staat die kolonne van honderden militaire voertuigen te wachten. In de Volkskrant Europa ziet ineens hoe zwak zijn defensie is. En daarom gaat iedereen als een wilde nu investeren. Bijvoorbeeld Duitsland, 100 miljard. Want die oorlog heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt. Telegraaf, Hotline, VS en Rusland. Een directe verbinding tussen de defensieministers. Ja. Er is een communicatielijn opgetuigd met het Russische ministerie van Defensie om misrekeningen, militaire incidenten en escalatie in de regio te voorkomen. En vandaag even ander nieuws. Schrikken bij de pomp, want de brandstof was 4 prijzen vandaag. Benzine. €2,30,5. Diesel zit boven de €2 op €2,03. En LPG kost ook een strakke €1,21. Tot slot het FD. Het energieagentschap heeft een 10-puntenplan gemaakt om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. En een van die punten is vooral om consumenten te vragen, zet de verwarming even wat lager. Ja, één tandje. En dan toch nog wat je zei, het is de laatste. Ik kwam een hele mooie analyse tegen bij de BBC. Ik ga er even kijken. Ukraine, how might we end the war, 5 scenario's, there's a short war, long war, European war, diplomatic solution, of Putin ousted. Het kan ook een combinatie van die opties worden. Mooi leestipje op de BBC als je even niks te doen hebt en je zit naar BNR te luisteren en je denkt, hup, even naar de BBC. Ja, en dan is het altijd tijd aan het eind van deze podcast Ochtendnieuws voor de column van Ben van der Burg. In de kolonne van maatregelen die techbedrijven afgelopen week namen tegen de agressor Rusland, vroeg de Oekraïense Friese premier Fedorov aan cryptobeurzen als Binance, KuCoin of Coinbase hun steentje bij te dragen door Russische klanten te weren. Een Binance-woordvoerder reageerde met de woorden: crypto is bedoeld om mensen over de hele wereld meer financiële vrijheid te bieden. Eenzijdig besluit om de toegang van mensen tot een cryptovaluta te verbieden zou indruisen tegen de reden waarom crypto bestaat. De KuCoin-CEO vertelde dat het bedrijf zichzelf beschouwde als een neutraal platform dat niets anders zou doen dan wettelijk vereist is. De cryptobeurzen hebben gelijk dat ze niet op het verzoek van Fedorov ingaan. Nu hebben 140 miljoen Russen de kans om te ontsnappen aan Vladimir Poetin, aan de devaluatie van de roebel, aan de teleurgang van de Russische economie. Toch maken ze zich er te gemakkelijk vanaf als ze zeggen dat ze een
neutraal platform zijn. Het doet me denken aan de teksten van social media platformen. Die noemen zichzelf ook het liefst neutraal. Inmiddels weten ze dat het anders zit. Daarom zetten social media bedrijven massaal mensen en technologie in om hun platformen te behoeden voor een overvloed aan desinformatie, filterbubbelvorming en het bedreigen van mensen. Dat heeft echt te lang geduurd. En nog steeds tribbelen Google, TikTok, Meta en Twitter tegen als het gaat over de verantwoordelijkheid die ze wel of niet willen nemen over wat er op hun platform gebeurt. Wel is er inmiddels consensus ontstaan dat je moet optreden als de maatschappelijke onrust te heftig wordt. Denk aan de desinformatie over corona of de bestorming van het Capitool. We zijn er echter nog niet. Er vallen bijvoorbeeld op dit moment doden in Ethiopië door opruiende berichten op Facebook. Dat Facebook daarin een rol speelt, ontkent het moederbedrijf Meta vervolgens. We kennen de drill. Cryptobeurzen zijn, en dat zullen ze niet leuk vinden om te horen, in essentie traditioneel gecentraliseerde platformbedrijven. Ze aggregeren aan de aanbodkant de cryptomuntjes, decentraal, blockchain, wow, gaaf, cool. En aan de vraagkant krijgen bezoekers een duidelijke, heldere, toegankelijke, veilige en gebruiksvriendelijke manier om te handelen. Zoals je bij YouTube-filmpjes over oorlogsstrategieën vindt. Want je hebt bezoekers die daarna vragen. Bij Instagram krijg je finfluencers aangeboden, want investeerders verlangen naar financiële tips. Ook cryptobeurzen zijn niet neutraal. Zodra de maatschappelijke ontwrichting door cryptohandel te heftig wordt, dan zullen ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er op hun beursvloer gebeurt. Ze kunnen zichzelf dan niet meer verschuilen zoals ze nu doen, achter de zinsnede, behandelen naar de wettelijke vereisten. Nu ervoor zorgen dat ze geen rol gaan spelen in enige vorm van maatschappelijke onrust. Maar je ziet de bui al hangen. Welke waarden hechten we in Nederland nou echt aan onze bedrijven? Zijn ze de noodzakelijke onderdelen van onze economie die verder geen speciale aandacht hoeven te krijgen? Of verdienen ze die extra aandacht juist wel, omdat ze zo'n essentiële factor zijn voor het succes en welzijn van dit land? Over die fundamentele vragen debatteren 5 politieke partijen in het BNR Bedrijvendebat. Je hoort het volgende week woensdag op BNR of daarna in je favoriete podcast-app. Het BNR Bedrijvendebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.